Het dierenpark op de Grembeberg in Renen, dat een grote collectie dieren uit alle delen van de wereld bezit, kreeg bezoek van de jongste tel van het Oranjehuis, prinses Marijke, die bij aankomst met bloemen ontvangen werd door de 5-jarige Kootje Ouwehand. Als vertegenwoordigster van de Nederlandse schoolkinderen kwam prinses Marijke hier om 2 dieren in ontvangst te nemen, die door de jeugd van Pakistan ten geschenke waren aangeboden, uit erkentelijkheid voor de hulp die Pakistan tijdens de watersnoodramp van 1954 van ons land ontving. Een van die dieren, de dromedaris Paki, werd voorgeleid kort voor de toespraak die de vrouwelijke ambassadeur van Pakistan, de Begum Li Akhmat Ali Khan, in het Engels en in het Nederlands hield. Dear Princess Marijke, lieve Princess Marijke, het spijt mij bijzonder dat ik niet genoeg Nederlands ken om mijn gehele toespraak daarin te kunnen houden. Niettemin zou ik u toch graag in uw taal willen zeggen hoe blij ik ben u te ontmoeten en hoe dankbaar ik ben voor de eer die u Pakistan bewijst door de moeite te nemen aan namens de kinderen van Nederland deze dromedaris te willen aanvaarden. Prinses Marijke nam vervolgens Paki's leiband over en had daarmee haar eerste officiële daad verricht. Zij volstond met het kortste en misschien ook duidelijkste officiële dankwoord dat ooit werd uitgesproken. Namens alle Nederlandse kinderen dank ik u hartelijk. Hierna werd het tweede deel van het geschenk aangedragen. Een babypanter. Net als de prinses wilden alle kinderen zo gauw mogelijk kennis maken met het pantertje, dat geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Het Renense Dierenpark heeft de verzorging op zich genomen van de beide viervoeters, die het eerste gemeenschappelijke bezit zijn van de Nederlandse schooljeugd.